Er komt een snelle, directe fietsverbinding tussen Hoogkerk en Groningen. Dit fietspad is straks de ontbrekende schakel in het fietspadennetwerk ten westen van de stad. Het fietspad loopt langs de vloeivelden van de suikerfabriek en loopt parallel aan het spoor Groningen-Leeuwarden. Al een tijdje zijn er plannen om een nieuw fietspad aan te leggen tussen Hoogkerk en de stad Groningen. Eigenlijk een snellere fietsverbinding. Dat fietspad heet De Verbetering. En dat heet eigenlijk ook zo omdat het... Nou, dat heeft ook een historische betekenis. Maar het is ook echt een verbetering van de fietsinfrastructuur daar. Dan hebben we een tijdje lopen vroeten op de plannen daarvan. En die zijn nu af. En we hopen dat we zo snel mogelijk met de aanbesteding kunnen beginnen. Uit archeologisch onderzoek bleek recentelijk dat er een zogenaamde huiswierde... dat is een huis op een terp onder het tracé ligt... Daarom is gekozen om het fietspad niet over, maar langs deze huiswierde aan te leggen. We hebben ervoor gekozen om die te behouden. Dus niet het tracé eroverheen te laten lopen, maar eromheen te leiden. En ook een bordje te plaatsen, zodat mensen die zich afvragen wat dat is, ook weten wat een huiswierde is en waarom die daar staat. En er is nog meer fietsnieuws. Bij het sportpark Corbis den Hoorn komt een fiets- en voetgangersbrug. Deze brug komt in de plaats van een vroegere fietstunnel. De brug is bedoeld voor bezoekers en sporters die tijdens het gebruik van de wielerbaan het complex veilig willen bereiken. Door de verbouwing van het sportpark daar, wordt verbeterd, ging er de oversteek over de wielerbaan ging weg. Nou, wat een gevaarlijke situatie kan opleveren, omdat als de wielrenners aan het trainen zijn en je steekt dan de weg over, dan kunnen ze er heel snel ineens aan. Dus ook op verzoek van de raad hebben we gekeken van kan er niet een brug komen over die wielerbaan heen, dat als er een training is, dat mensen toch veilig het sportpark kunnen bereiken. Nou, die brug die hebben we nu ingetekend en vragen nu ook aan de raad om het budget beschikbaar te stellen om die ook te realiseren. Als alles volgens plan verloopt, moet de brug volgend voorjaar klaar zijn.